Ja, dag Dick, met Tessa spreek je. Ja, je moet niet schrikken, maar Rennie heeft een ongeluk gehad. Nee, het is niet ernstig. Een gebroken been. Ja. Op EHBO. Nee, ik ga zo naar huis, want ik heb morgen vroege dienst. Zeg, rij voorzichtig. Oké, dag. Rustig. Pak de sleutel van de medicijnkast. Kom, Dick, hoor. En jij meekomen. Nou, schiet op, vlug een beetje. Haal die medicijnkast leeg. Waar is de morfine? Die gaat er niet in. Jullie houden je gedijst, hè? Denk erom. Als je de bewaking belt, schieten we. Hetzelfde als vorige keer. Ik heb ze. Waar bleef je nou zo lang? Lisa kon niet eerder. Slaapt hij? Nee. Hij is al een uur bewusteloos. Guus, jij bent mevrouw Egberts naar beneden, hè? Mm-hmm. Stel er dan een beetje op de gemak. Ze is op van de zenuwen. Komt er wel, hè? Hey, Guus. Hallo. Hey, hoe is het gaan? Ik heb het signalement doorgegeven, maar ja, verder kunnen ze niets doen. Ja, dat zegt de politie altijd. De volgende keer moeten we wel meteen de bewakingsdienst bellen. Nou ja, volgende keer. Ze moeten gewoon zorgen dat het niet meer gebeurt. Ja, niemand durft avonddienst meer in. En moest je nog fotoboeken doorkijken? Ja, maar ze zaten er niet bij. Wat is er? Wat zei die donkere vent nou eigenlijk precies tegen jou? Wanneer? Toen ik nog aan de telefoon zat. Nou ja, niets. Alleen... kopdicht. Ik verstond kopdicht, Joy. Hoe zou die vent mijn naam nou kennen? Ja. Dat vond ik ook wel zo vreemd. Nee, hij zei natuurlijk van... kopdicht, joh. Of zoiets. Ja. Het kan dat hij dat zei. Ja. Ja, dat zal het wel geweest zijn. Ik hoorde van de garage dat je auto totaal los is. Ja. Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ik niet in zo'n sterke auto had gereden. Nou, maar is jij waarschijnlijk ook totaal los geweest. Wat heb je nou toch gedaan? Oh, ik heb er niks voor hoeven doen. Het was zo gebeurd. Wat is er precies gebroken? Een onderbeen. Oh jee, daar ben je een tijd zoet mee. Nee, ze is geopereerd. Het bot is vastgezet met plaatjes en schroeven. Daarmee herstelt ze sneller. Heb je te hard gereden? Waarschijnlijk wel. En over je toeren natuurlijk. En? Heb je de zaak verkocht aan je vriend? Nee. We hebben een constructie bedacht waar jij denk ik best tevreden mee zult zijn. Kom je mijn toestemming vragen? Waarom doe je zo cynisch? Dat mag je zelf bedenken. Je hebt een vreemd spelletje gespeeld met Rijn. Het spijt me dan dat het zo is overgekomen. Ik was net zo blij dat ik mijn zusje weer terug had. Ik ben bang dat je haar nu weer kwijt bent. Is dat zo? Ik heb er veel voor over om dat weer goed te maken. Bespaar je de moeite.
Je kunt dan maar één ding doen. Oppoepelen. Ja. Ik hou je op de hoogte. Ja. Waar waren we gebleven? Mevrouw Bloem. Ja, ik zou dat nog 2 dagen aanzien. Als er geen verbetering optreedt, doorverwijs voor operatie. Maar nu eerst meneer Keizer. Die hebben we vanmorgen opgenomen met urineweginfectie. Meneer die doet mee. Geen beheersing meer over blaas en darmen. En verder verlamming aan beide benen. Wat is de oorzaak? Multiple sclerose in een vergevorderd stadium. Zijn majoor bij de cavalerie, hij is afgekeurd. Hij schijnt erg depressief te zijn. Volgens de huisarts wil hij eruit stappen. Hij heeft hem al herhaaldelijk gevraagd om er een eind aan te maken. Is het terminaal? Uiteindelijk wel, natuurlijk. Kijk, het kan wel erger worden, maar het kan nog jaren duren. Is hij getrouwd? Gescheiden. Zijn vrouw kon het niet meer opbrengen om te verzorgen. Zal ik deze maar hier nu zetten? Ja, dat doen we. Wilt u wel een beetje voorzichtig zijn met mijn spullen, juffrouw? Oh, sorry. Heeft u meegedaan met de Vierdaagse? Vierdaagse? Nee, dat heeft wel even wat langer geduurd. Korea. Heeft u daar gevochten? Kun je wel zeggen, ja. Dus dit is een militaire onderscheiding? Uh-huh. Mooi. Vriend van Bezwaartse. Ik denk niet dat hij deze heeft. Nee, ik denk het ook niet. Dat kan ik zelf wel. Zal ik het maar even doen? Ik leg hem hier in uw kastje. Wat wil je vandaag eten, Bobby? Niks. Je moet iets eten, Bobby. Je wilt toch niet zo'n slangetje in je neus? Nee. Een appel. Zal ik hem voor je schillen? Jacob? Kom eens hier. Kijk jij eens. Nou, dat ziet er heel rustig uit. Hij is rebusie, toch? Ja, daar lijkt het wel op. Hoor je dat? Poepie. Je wordt beter. Hm? Dat heb ik aan jou te danken. Mag ik me nu aankleden? Nee. Zo snel gaat dat niet. Dan hou je nog even onder de wol, hm? Dick en Hugo moeten het meteen weten. Wil je naar het ziekenhuis? Ja, we hebben toch gelijk gekregen. Geen overhaaste stappen, we zijn er nog niet. Het werkt toch? Ik bel Lisa wel. Zij kan het aan Dick laten zien. Ja. Zo. Hoe gaat het? Matig. Wat zijn de klachten? Ik hou niet zo van ziekenhuis. Zo mag ik het horen. Waarom heb je hem eigenlijk geopereerd? Dat moest zeker van Albert. Zij wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Tibiafracturen opereer ik meestal bij jonge mensen. Hoor je dat? Jonge mensen. Nou. Wanneer mag het gips eraf? Dat kan ik wel zeggen als we de volgende week een foto hebben gemaakt. Piet. Ah. Dag, Piet. Dat had je niet verdiend.
Dat was mijn eigen schuld. Ik heb nog iets bij me voor je. Mooi. Vulpen. Is nog van je vader geweest. Hoe kwam jij eraan? Hij lag in de brandkast. Daar heb ik hem uitgehaald. Lief van je om hem mij te geven. Hoe is het op de drukkerij? Dat weet ik niet. Hoezo? Ach. Nee, vertel op. Ik heb ontslag genomen. Hè? Ja, ik vond het genoeg. Maar dat is niet belangrijk. Zorg jij dan maar dat je gauw weer beter wordt. Doe mijn best. Dag, kind. Goedemiddag, meneer Keizer, dit is dokter Brouwer. Brouwer. Keizer. Uw huisarts heeft me van het een en ander op de hoogte gesteld. Dan weet u dus ook dat het voor mij allemaal niet meer hoeft. Dit is toch geen leven. Geef mij maar een spuitje. Maar meneer Keizer, weet u dat u oud kunt worden met deze ziekte? Dat weet ik wel, ja. Dat wil ik niet. Ik ben tot aan mijn middel verlamd. Ik kan ze nu en dan nauwelijks meer uit mijn woorden komen. Laat al alles uit mijn poten vallen. Ik laat alles lopen. Mijn stront. Alles. Moet ik zo oud worden? Als de koorts helemaal gezakt is. De koorts. Het heeft toch niets met de koorts te maken. Geen ene moer. Het is mijn ziekte. Ik ga het nooit meer over. Dat weten jullie ook wel. Wij blijven u gewoon behandelen, meneer Keizer. Sadist. Wat zegt u? Sadist, ja. Als ik de kracht had, dan maakte ik er zelf een einde aan. Maar zelfs dat kan ik niet. Het is onze plicht. Ach, plicht. Weet u wat ze vroeger bij de cavalerie deden met gewonde paarden? Die werden met een nekschot uit hun lijden verlost. Meneer Keizer, u bent toch geen paard? En ik heb geen wapenvergunning. Gaat het? Prima. Kan niet beter. Jack. Als jij dit ongeluk niet had gehad, dan waren wij al gescheiden geweest. Daar heb ik je nog nooit over gehoord. Je had nooit tijd om naar me te luisteren. Je had het te druk. Met die meiden. En dat gebruik jij nou als excuus? Daar heb ik geen excuus voor nodig. Ach, kom. Je wil gewoon van me af. Dan ken jij mij slecht. Denk jij nou werkelijk dat ik jou om die verminking laat vallen? Dat doe je toch? Nee, ik ga bij jou weg omdat jij mij jarenlang behandeld hebt als een fot. Ik heb met de kleren gewerkt in die zaak en dat vond jij wel best. En jij toch ook? Ik dacht dat ik je kon vertrouwen. Ja, ik ook. En wil je hier alsjeblieft over ophouden? Ik hou van je. En waarom hoor ik dat nu pas? Nu pas? Ja. Nu je al die meiden wel kan vergeten, hou je ineens weer van mij. Je bent altijd de enige voor me geweest.
Laat me niet lachen. Weet je hoe het zit? Je hebt gespeeld en je hebt verloren. En nou ben ik de troostprijs. Nou, daar bedank ik voor. Zeker met een fruitmand maak ik het wel goed. Ik wil hiermee laten blijken dat het me spijt dat het allemaal zo gelopen is. Ik had je meer over ons moeten vertellen. Ik begrijp heel goed dat het allemaal rauw op je dak viel. Dan maak die fles wijn maar open. Staat hier ergens een bekertje. Mag jij dat wel hebben? Ja, meneer, dat is zelfs goed voor me. In het laadje ligt wel een keukentrekker. We zijn eruit. De drukkerij wordt een dochteronderneming van de uitgeverij van Lex. Onze toekomst is verzekerd. Daar zou jij ook heel blij mee moeten zijn. Blij. Ja, tevreden dan. Het kan me niet schelen. Je hebt keihard voor de zaak gewerkt. Ja, stom van me. Vader zou trots op je geweest zijn. Niet op jou. Ja, maar dat nou weer missen tussen jullie. Klinkt zo goed. Ze heeft mij nou niet meer nodig. Ze heeft jou toch? Dat is niet aardig. Ik heb helemaal niet de behoefte om aardig te zijn. Jullie kunnen vertrekken. Mij verder met rust laten. Ga alsjeblieft weg. Kom maar. Hoezo? Geef dat bord hier dat... Dat kan ik zelf wel. Verdomme. Geeft niks. Sorry hoor. Het geeft niet. Die onderscheiding, dat is een Willemsorde, hè? Ja. Volgens die vriend van mij is die zelden uitgereikt na de Tweede Wereldoorlog. U moet dus wel iets heel bijzonders hebben gedaan. Betoonde moed tijdens gevechtshandelingen. Flauwekul. Maar wat heeft u nou gedaan? Oh, een maatje. Het leven gered. Niks bijzonders. Hallo, Kees. Laat maar, zuster. Ik voer hem wel verder. Oh, prima. Zo. Ik ben blij dat je er bent, jongen. Je bent de enige nog. Ja, ik weet het. Zo'n match voor de beroemde kameraadschap in het leger, hè? Nee. Nee, ik... Ik wil niet meer. Ah, nog een paar hapjes. Nee. Ik wil niet meer leven. Hoor je me? Ik ben niet doof. Ik kan het niet... Ik kan er niet meer tegen. Ja, ik weet het. Ik weet het. Joop... Je bent de enige die me kan helpen. Als ik de kracht had, dan... Ja, dan zou je het zelf doen. Zo de Joop. Ik kan het echt niet meer opbrengen, Joop. Ik kan het niet meer. Ik ga wel met die hospik van je praten. Is Astrid hier geweest? Nee. Kijk jij nog eens? Ik kan het haast niet geloven. Is inderdaad een remissie? Als dit het bloed van Bobby is, dan moet dat de conclusie zijn, ja. Goed nieuws, je zoon is in remissie. Echt? Het ziet er goed uit. Waar zijn ze? Dat moet je aan Lisa vragen. Ik weet het niet. Lisa, ik vind dat je nu wel met ons kunt meewerken. Ik heb beloofd mijn mond te houden. We moeten ze vinden. Ik wil dat hij hier behandeld wordt.
Nou, wees nou maar blij dat hij beter wordt. Beter? Dit bloedbeeld zegt op zich niets. We moeten eerst een borstbeenpunctie maken. Alleen aan het beenmerg kunnen we zien of hij echt in remissie is. Ja, anders is hij binnen een week weer doodziek. Jullie moeten beseffen dat deze vorm van leukemie niet te genezen is. Kun je Astrid niet overhalen Bobby weer terug te brengen? Hoe kan je dat nou zeggen? Ik bedoel, in wezen is het toch zo dat jij Peter hebt laten barsten? Ja, ik vind het niet zo hard hoor. Ik denk eerder dat jij in het verleden een beetje hard voor haar bent geweest. Ach, dat begrijp jij toch niet. Nou, niet begrijpen. Ze doet toch niks anders dan ruzie maken? Ja, daar komt ze nu eindelijk een keer aan toe, ja. Wees blij dat ze het doet. Dan moet ik er nog blij om zijn ook. Begrijp jij dan niet dat ze ruzie met je maakt alleen maar omdat ze nog om je geeft? Wat is dat nou voor onzin? Oh ja? Ja. Ze had toch een ander? Ja. Ja, maar hij is bij haar weggegaan. Ja, dat weet ik allemaal niet hoe dat gegaan is hoor. Maar in ieder geval, ze komt nog steeds. Ja, zo leuk is het niet hoor, om iedere dag bij zo'n sikkeneurige vent als jij te moeten komen. Oh, dankjewel. Vind je jezelf dus een leuk gezelschap? Een hond rauw vlees is alleen maar leuk op een bord. Met jus. Jack, hou op met dat cynische gedoe. Dat begint ons behoorlijk de keel uit te hangen. Hij wil gewoon niet meer. Hij wil dood. Zo simpel is dat. Zo simpel is het dus niet. Hoe lang speelt dit al? Sinds die verlamming van hem vorig jaar. Hij is echt niet kinderachtig, hoor. Het is een harde jongen. Die kun je echt niet zomaar laten wegrotten. Dat gebeurt in de loopgraven. Nou, we kunnen veel doen om de pijn te verzachten. Ja, maar dat is niet genoeg. Meneer Stevens, realiseert u zich dat ik hiermee een aanklacht wegens moord riskeer? Zijn huisarts zei dat u hem wel zou kunnen helpen. Oh, zei de huisarts dat. We zullen er met meneer Keizer over praten. Ja, alstublieft. Ja, dit is voor mij ook niet zo makkelijk. Maar hij wil het nou eenmaal. Meneer Stevens, wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Ik dank u voor dit gesprek. We moeten naar achter zien te komen of het om een tijdelijke depressie gaat. Er is geen sprake van terminaal lijden, dus in de zin van de wet is het gewoon moord. Als je tenminste aangifte doet van een onnatuurlijke dood. Ja, wat wil jij dan? Je kan het ook niet melden. Dan lap je dus de regels van de KNMG justitie gewoon maar in je lijst. Ik ben toch alleen verantwoording schuldig aan de patiënt, niet aan justitie. Maar de overheid heeft toch duidelijke richtlijnen vastgesteld? Ja, maar dan hou ik me toch aan. Dan ligt niet aan de meldingsplicht. Ja, wat was dat nou? Is dat nou? Je twijfelt toch niet aan mijn integriteit? Nee. En jij, Vera? Nou, nee. Ga jij dan eerst maar eens met meneer Keizer praten. Okay. Dag, oom Frits. Hallo, kind. Leuk dat je op me gewacht hebt. Hoe is het met je? Prima. En met u? Waarvoor was u bij dokter Nerings? Ik voel me een beetje slap de laatste tijd. En ik vroeg me af of het te maken had met die hartklep. Die zit er nog niet zo lang in, dacht ik. 3 jaar. En wat zei dokter Nerings? Dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Hij doet alleen een bloedonderzoek voor de zekerheid. Heeft u gevraagd of die klep nog goed werkt? Nee, maar dat had hij er toch wel bij gezegd. Het is een Alpha 1, hè? Ja, geloof ik wel. Maakt het wat uit welk merk je hebt? Nee hoor. Zullen we iets gaan drinken? Heb je daar tijd voor? Ja. Het heeft toch geen zin meer allemaal. Goedemorgen. Hoe is het met de koorts? 39,1. En de pijn? Wat is pijn? Nee, Keizer, je moet ze niet zo groot te houden. Ik weet dat uw ziekte zeer pijnlijk kan zijn. Ja, ik heb pijn, ja. Zal ik u morfine geven? Ik heb liever een ander spuitje. U bent niet erg redelijk. Als jullie niet meewerken, dan weiger ik verder elke behandeling. Het is het recht van elke burger. Dat,
Dat weet u ook wel. Meneer Keizer, ik sluit niet uit dat we aan uw verzoek tegemoet komen. Maar we moeten wel de uiterste zorgvuldigheid in acht nemen. Je zou eens een risico nemen in het leven. Zo. Wie is er jarig? Niemand. Ik had gewoon zin om voor jou een taart te maken. Mag ik de kaartjes uitblazen? Ja. Goed hoor. Lang zal Bobby leven in de gloria, in de gloria. In de glorie, ja. Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Wat ben je van plan? Wanneer ga je terug naar huis? Niet meer rustig de tijd. Heb je toch geen haast? Nee, lijkt me niet. Je moet ook blij zijn dat je het gedaan hebt. Nou, je hebt me min of meer voor het blok gezet toen je Bobby uit MC weer haalde. Neem niet mij echt kwalijk. Ook zo mooi. Ik zal hem zo in bed leggen. Oh, Jacob. We hebben het gered. Dankzij jou. Je beseft niet half hoe moedig jezelf bent geweest. Geus, jij ook thee? Oh, graag. Meloen smaak? Mm. Schenk maar in. Zo. Zo. Ja, nou, laat ik doen. Mag ik het theekransje even onderbreken? Liever niet. Nee. Goed, het is heel gezellig. Nee, dankjewel. Goed, even kijken. Guus, jij verschoont het verband van mevrouw de Bruin? Thee. En Joy, kan jij contact opnemen met dokter Berghoff in verband met het medicatieschema van mevrouw Jansen? Jansen? Ja. Wilt u thee? Ik heb een beetje een rare vraag, hè? Kan ik van iemand een jurk en een paar dames schoenen in mijn maat lenen? Die ga jij verleiden. Denk jij dat vrouwelijke artsen meer patiënten krijgen? Een oud studievriendje van me gaat trouwen. En nu willen we met een paar maten als vrouw verkleed op zijn vrijgezellenparty komen. Ja, oud bolle natuurlijk. Ja, maar succes verzekerd. Nou, ik heb nog wel een spannend beraadje voor. En ik heb een paar prachtige oorbellen. Nou, alleen de schoenen. Welke maat heb u? 42. Zorg ik voor. En nou, ik denk dat de lengte geen probleem is, hè? Nou, de breedte volgens mij ook niet. Peter? Volgens mij gaat hij als travestiet stap in de stad. Iets voor jou misschien. Alsjeblieft, zeg gewoon liever hetero. Zomer. De psychiater van het ziekenhuis. Psychiater. Denk eens snel. Ook al dat ik eens vijf heb. Het gaat om uw verzoek. Dokter Brouwer heeft mij gevraagd om met u te praten. Praten? Praten heeft totaal geen enkele zin meer. Ik wil dat er iets gedaan wordt. Ja. Wat een mooie medaille is dat. Heeft u die in het leger gekregen? Nee, dat is avondvierdaagse. Oh.
Luister nou eens. Ik heb echt wel begrip voor jullie situatie, maar het bestaat toch ook nog zoiets als het zelfbeschikkingsrecht van ieder mens over zijn eigen leven. Ja. Maar er bestaat ook een wet. En volgens die wet kan een arts vermoord worden aangeklaagd. Is het risico van het vak? Nee, zo zit het niet. Zo zit het wel, mevrouw. Bij u is er geen sprake van terminaal lijden. Dan moet ik dat eerst helemaal creperen. Dat lijkt hier wel een slagveld. Heb je wel eens kritiek op een collega? Nooit. Ja, ja. Dat hangt er vanaf. Iedereen maakt wel eens een fout. Je hebt nu een keer goede en wat minder goede artsen. Maar wat doe je als je echt zorgen maakt? Dat hangt weer af van de persoonlijke relatie met die betreffende collega. En als die wel goed is? Ik vind dat je nu iets concreter moet worden. Met welke collega heb jij een goede persoonlijke relatie? Gehad. Met Simon. Chirurgen onder elkaar kan niet goed gaan. Dat is ook gebleken. Hoe kan je zo dom zijn? En Simon, wil jij op de vingers tikken? Heeft hij fouten gemaakt? Nee, maar ik ben bang dat dat een keer gaat gebeuren. Hij functioneert niet goed de laatste tijd. En hij is vooral niet te genieten. Ook voor zijn patiënten niet? Soms. Ik noem hem altijd emotioneel incontinent. Wat? Emotioneel incontinent. Geen wonder dat die verhouding op niks is uitgelopen. Oh, maak ik dan zo'n degelijke, stabiele indruk op je? Ja, jij wel. Oh, dat klinkt knap saai. Maar dat is mijn professionele mening. En als ik naar je persoonlijke mening zou vragen? Dan zou ik antwoorden dat ik je heel opwindend en buitengewoon aantrekkelijk vind. Zou het niet aardig zijn als we die twee dingen wat meer in balans brengen? Dat zou heel aardig zijn, ja. Stuinman? Ja, dat ben ik. We komen Bobby halen. Een last tot binnentreding van uw woning. Bobby! Hallo Astrid. Ja. Dag Bobby. Ik hoor de goede berichten. Bobby is in remissie. Je weet dat we eerst een beenmergpunctie moeten doen voor we het zeker weten. We wilden morgen naar MCW komen. Ja, dat zal wel. Nou, we nemen hem nu mee. Je blijft van hem af. Nou, dat bepaal ik maar. Los. Ik wil niet laten zien. Vergeet het maar. Ik heb niets meer te vertellen. Ik kan het alles leggen. Jij blijft verder van hem af. Zeg rustig een beetje. En dan moet jij er niet mee. Bobby! Bobby! Alsjeblieft, hou op. Hou op. Helemaal niet slecht uit. Is goed hoor. Oh, dat wordt nog stukken beter. Ja. Gefeliciteerd. Bel maar als er iets is.
Mevrouw Bloem, ja, dat wordt dus een operatie. Ja. Nee, ik wou eerst toch nog een gastroscopie laten doen. Ja, nou goed, haal hem maar weer af. Ja. Oh, Victor, heb je even tijd? Ja, kom binnen. Komt u binnen, meneer Stevens. Ik wil graag dat jullie erbij blijven. Nou, hoe is het nu met uw vriend? Nou, hij wil gewoon niet meer. En dat blijft zo. Hij heeft altijd precies geweten wat hij wilde. Nu dus ook. Ik heb uitgebreid met meneer Keizer gepraat. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het beslist niet om een opwelling gaat. Maar een weloverwogen verzoek. Hm. Hij praat al meer dan een jaar over. Ik weet het, ik weet het. En wat gaat u nu doen, dokter? Is het ja of is het nee? Het is er te vroeg voor. Ik heb het verzoek van meneer Keizer in ernstige overweging genomen. Dank u, dokter. Wist die huisarts eigenlijk dat jij daar misschien op in zou gaan? Ja, we hebben eerder samengewerkt. Als je dat tenminste zo mag noemen. Hoe lang al? Beste Jan, ik zit nu zo'n jaar of 30 in dit vak. En ik ben altijd uitgegaan van het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Ja, maar de regels dan? En de eisen die justitie nu stelt, hanteer ik voor mezelf al 30 jaar. Het is warm. Ja. Het helpt wel. Voel je? Een beetje snotterig. Dan heb je toch een koudje gevat. Toen we uit de bungalow weggingen. Papa was heel erg kwaad. Ja. Die draait wel weer bij. Vind je gezellig? Met de kinderen op zaal liggen? Eentje huilt steeds. Misschien heeft hij wel een beetje pijn. Wil die graag bij zijn mami zijn, hè? Dat wil ik ook. We gaan gauw naar huis. Kan ik dan weer met Thijs spelen? Tuurlijk. Heb je de uitslag van de punctie? Ik kan jullie feliciteren, die was goed. Ben ik niet beter? Het gaat de goede kant op. Fantastisch, Bobby. Je bent beter. Ik heb een zogenaamde laatste wilsverklaring opgesteld. Ah. Daarin wordt uw verzoek geformuleerd. Maar, waar moet ik op tekenen? Oh. Ik heb nog een vraag. Ik wil graag in uniform worden opgebaard. Zou dat mogelijk zijn? Ik zal mijn best doen. Het hangt bij mijn thuisje op. Als u zover bent, dan vraagt u bij de verpleging naar mij persoonlijk. Ik wens jullie sterkte. Zit je net triest voor jou te staren? Ik zou je missen. Uiteraard met die sentimentele flauwekul. Hé. Hey. Wij zijn geen mietjes, hoor. Je gaat niet janken. Hoor je me? Zo, en is je bril af?
En dan het puntje pakken. Ja. Zo. Ja. Oh, zeg, wat zit dat ding strak? Ja, dan weet je eens wat wij te verduren hebben. Die haar op die benen kan ook niet. Waar is het scheurapparaat? Nee hoor. Nee, dat hoeft echt niet. Erik, dat... Au! Je moet er wat voor over hebben, hoor. Linkervoet! Dat gaat nooit. Jawel, ik heb een lepel. Oh, dit houdt nog geen 5 minuten vol. En de rechter... Zo, op het was. Heb je. Ja, zegt ze dadelijk, denken ze nog echt dat ik een vrouw ben. Dat moet ook. Leer jij de mannen eens kennen. Hm? Zo, Erik, nou, jij kan dus nu naar de mannen, hè? En dan verdient hij ook eens een keer wat. Guus, draai je even intern. Oh. 3, 3, 2, 1. Zijn we nog wat vergeten? Halsketting misschien? Nou, u krijgt de smaak te pakken. Ja, met Guus. Ja, die is hier. Wie is dat? Dokter Brouwer. Ja, ik zal het onmiddellijk doorgeven. Ja, is dat het punt van de vertrekken? Ja, meteen. Of je onmiddellijk naar de internistenkamer wil komen. Waarom? Weet ik ook niet. Hij was razend. Echt? Is dat? Oh. Is het eraf? Het ziet er beter uit. Wat vind jij? Frankenstein zal niet blij zijn met de concurrentie. Blijft het verband er nu af? Ik hoop van niet. Jij raakt er gauw aan gewend. Ik heb liever dat jij eraan gewend raakt. Ik heb al mijn donder gehad. Van die Tessa. Oh ja? Over ons. Wat zijn ze dan? Dat ik een egoïst ben. Dat het mijn eigen schuld is dat je bij me weggaat. En gelijk heeft ze. Toch hou ik van je. Is dat echt zo? Ik weet dat ik je pijn gedaan heb. Spijt me. Waarom heb je daar toen niet aan gedacht? Ik zit een grote versier eruit hangen. Stom. Kinderachtig. Wat jij dacht, dat gaat wel over. Wel lief. Ik hoop ze niet veel voor. Wil je me nog een kans geven? Was op weg naar een feestje. Ja, dat gaat dan even niet door, koning. Leg eerst maar even uit waarom patiënt van Wierde je niet meer als arts wil. Ik zou het niet weten. Je ligt nog al dagen op onderzoek te wachten en er gebeurt niks. Nou, wil die Jan als arts. Er moet nog een gastroscopie gemaakt worden. Dat zou lang gebeurd kunnen zijn. Klaagde jij niet over te weinig patiënten? Ja. Nou begrijp ik waarom van Wierde je niet meer wil. Wat kunnen vrouwen mooi zijn, zeg. Maar ik weet nou tenminste waarin je wel gespecialiseerd bent. Brouwer. Ja, ik kom meteen. Meneer Keizer. Mevrouw Koning.
Ik ben... Zover, dokter. Laat maar komen. Je belooft hem niet te huilen, Joop. Maar Kees, dit is ontzettend moeilijk voor me. Ja, dat begrijp ik. Ik heb een mooi leven gehad. En ik... Ik ben niet bang om dood te gaan. Alleen... Ik hoop... Dat er nog wat is daarboven. Het zou mooi zijn. Wil ik je dat maar laten weten, Joop? Hier. Voor die verzameling. Van die vriend van je. Dank u. Wil je ons even alleen laten, Ingrid? Ga dan maar. U slaapt snel en rustig in. Dag Joop. Je weet het, hè? All soldiers. Never die. Never die. Petra, ga je naar Jack? Ja. Ik hoorde dat jij een flink de waarheid hebt gezegd. Ja, ik ben nogal uit mijn schroef geschoten, ja. Was hij boos? Nee, juist niet. Hij is behoorlijk geschrokken. Ja, ik mag eigenlijk niet zo tekeer gaan tegen patiënten, maar ja. Ik ben in ieder geval blij dat je het gedaan hebt. Je hebt er mij ook mee geholpen. Dat was ook de bedoeling. Nou, in ieder geval bedankt, hè. En ik zie je wel weer. Oké. Ja. Wat krijgt u van me? Ja. Ik moet je spreken. Sorry, dat kan nu niet, want er zit al een kwartier een patiënt op me te wachten in de onderzoekskamer. Die moet er nog maar even langer wachten. Is het zo dringend? Er is gisteren een patiënt overleden. Het is niet waar. Ja, dat heb je wel eens, hè. Het is hier een ziekenhuis. Serieuze zaak, Victor. Het gaat om meneer Keizer. Oh? Wat is daarmee? Ik heb zijn overlijdensverklaring gezien. Daarin geef jij op een natuurlijke dood door hartstilstand. Ja, dat klopt. De keizer had MS. Heeft hij om levensbeëindiging gevraagd? Meneer Keizer had een hartstilstand. Er was geen sprake van terminaal lijden of zinloos medisch handelen. Ik weet niet of je het weet... Maar dit zijn jouw zaken helemaal niet. Als directeur van dit ziekenhuis zijn overlijdensverklaringen wel degelijk mijn zaken. Dat lijkt wel een motie van wantrouwen, Maurice. Moeten we zo samenwerken? Dus je blijft bij een natuurlijke doodsoorzaak? Ja. Waar blijft trouwens de nieuwe kamer van me? Als je daar nou maar eens achterheen ging. Ja, ja. Komt in orde. Dat roep je nou al weken. Geen bezoek. Ik ben het, Vroni. Jij denkt zeker dat wij nu opeens vriendinnen zijn geworden? Dat was ook zo, toen ik daar lag. Je hebt het zelf verpest. Ik heb tegenover jou een paar fouten gemaakt. En dat spijt me ontzettend. Jij denkt alleen maar aan jezelf. Je gebruikt anderen alleen maar als je ze nodig hebt. Toen je hier lag had je mij nodig, nu heb je Lex nodig. Het was toch logisch dat ik jou vroeg om in te springen? Het was logisch geweest als je mij van jouw relatie met Lex op de hoogte had gebracht. Had ik me niet zo druk hoeven maken. Ik heb je al gezegd dat het me spijt. Het kwam jou heel goed uit. Ik wil je nooit meer zien. Het
is niet eerlijk. Je kan me toch een kans geven om het goed te maken? Ik voel er weinig voor om in het hoofd te staan van een ziekenhuis met een illegale euthanasiepraktijk. Voorlopig is iedere euthanasiepraktijk nog illegaal. Dat bedoel ik niet. Ik vind dat we ons aan de regels moeten houden. Wat de melding bij het ministerie betreft. Ja. Maar het lijkt erop dat Victor die regels aan zijn laars lapt. Hij zegt zeker dat het onder zijn beroepsgeheim valt. Ja. Tja. Maurice, als je mij in de tijd afdelingshoofd had gemaakt, dan was dit allemaal niet gebeurd. Dan was iedere beslissing over leven en dood over mijn bureau gegaan. Laat die zaak van het afdelingshoofd naar buiten, wil je? Nou, toch is het zo. We hebben nu een afkoelingsperiode van een half jaar ingelast. Dat is volgens mij een goede zaak. Helemaal niet. Je ziet wat er me komt. Nee, ik begrijp die Victor niet helemaal. Kijk, ethisch gesproken houdt hij zich volgens mij wel aan de regels, maar hij meldt het niet. Waarom zou hij dat niet doen? Er zijn er wel meer, Maurice. Ze willen geen gedonder. Ja, maar waarom? Alle meldingen worden toch na 5 maanden geseponeerd? Ja, omdat dat allemaal duidelijke gevallen zijn. Ja. Hoe bedoel je? Nou, twijfelgevallen worden niet gemeld. Omdat er wel degelijk het risico aan vastzit om voor moord te worden vervolgd. Denk jij dat Victor zich op gevaarlijk terrein begeeft? Dat denk ik, ja. Dat wordt dan zijn ondergang.